Burgemeester van Basten-Baudin, mag ik u namens Streekomroep Start hartelijk feliciteren met uw benoeming. Ja, zeker, dank u wel. Kunt u ons vertellen wie precies burgemeester van Basten-Baudin is? Ja, precies, dat is wel een hele brede formulering. Maar ik ben in ieder geval een Limburgs meisje, zoals ik ook net in mijn speech al heb gezegd. Dus ik heb echt Limburgse roots. Maar ik heb ook wel wat van de wereld gezien. En daar heb ik ook gewoond, gewerkt en gestudeerd. En al die kennis en ervaring die breng ik nu mee naar Beek. En als ik zeg ambitieus, sportief, hardlopen en skiën, genietster van het Bourgondische Limburgse leven, muziekliefhebber, moeder, echtgenoot. Welke eigenschap heb ik dan gemist? Jeetje, ja, dat waren er heel veel. Misschien dierenliefhebber. Die mis ik wel, want ik merk dat ik moest meteen aan mijn hond denken. Dus dierenliefhebber. Ja. Nou, u bent afgestudeerd in 2005 als meester in de rechten op de Universiteit in Maastricht. Waarom heeft u niet de volgende stap gezet om zich als advocaat te laten beëdigen? Nou, als je de advocatuur in wil, dan moet je eigenlijk gewoon weer weer de schoolbank in. Hè? Want je bent dan meester in de rechten, maar ga je een beroepsopleiding doen. En ik moet eerlijk bekennen dat ik ook wel met de gedachte gespeeld heb. Ik heb zelfs een paar keer bij een advocatenkantoor gesolliciteerd. Maar het werken op de universiteit is gewoon zo leuk. Met die studenten bezig zijn, met onderwijs en onderzoek. Daar kan geen commerciële praktijk tegenop. En op aanbeveling van gouverneur Theo Bovens bent u afgelopen jaar geplaatst in een, daar zeg ik het heel mooi, een oriëntatieprogramma voor het burgemeestersambt van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters. Ja. Maar wat houdt dat programma nou precies in? Ja, dat is een hele mond vol, als ik het u zo hoor terugzeggen. Maar de kern zit hem in het eerste woord, oriëntatieprogramma. Dat is dus echt een programma voor zijinstromers die dus alles in huis hebben om burgemeester te kunnen worden. Maar dus niet de traditionele cv. En om de diversiteit in het burgemeesterskorps te stimuleren, hebben de commissarissen van de Koning van Nederland hebben dan een soort van, nou, geen voorkeursrecht, maar in ieder geval kunnen een selectie van mensen voordragen om deel te nemen aan dat programma, om te kijken of dat ambt iets voor hen is. Worden dan altijd, wordt er dan aan de competenties geschaafd? Nee, het is echt een programma waarbij je het hele palet van het ambt voorbij ziet komen. Hè? Dus van openbare orde tot veiligheid. Dus wat doet het met jezelf en met je gezin? Maar ook meeloopstages. En dat laatste is natuurlijk hetgene waar je de beste inkijk krijgt in het ambt. En waarbij je echt een gevoel krijgt van, past dit bij mij? En in hoeverre waren uw vorige functies nu eigenlijk belangrijk als opstap naar het ambt van burgemeester in Beek? Ik weet niet of je net aanwezig geweest bent bij mijn installatie, maar ik vond het wel heel mooi om de heer Diederen te horen zeggen dat mijn collega's zeiden dat ik eigenlijk al een beetje burgemeester was, alleen dat ik nog een gemeente miste. Omdat ik vooral bij mijn rol als directeur van het onderzoeksinstituut ICGI, waar ik lang aan verbonden ben geweest en waar ik ook echt een van de grondleggers van was, ja, daar heb ik eigenlijk alle competenties die je nodig hebt om het ambt te kunnen uitoefenen, behalve misschien openbare orde en veiligheid dan, heb ik kunnen uitoefenen. Dus ik heb er al een beetje aan mogen proeven. Kleine schaal. Kleine schaal. Maar wanneer bloeide bij u de ambitie dan op om burgemeester te worden? Ik denk dat dat een jaar of twee geleden is. Nou, even denken, de gemeenteraadsverkiezing van 2014... Die waren net voorbij. Toen ben ik een beetje meer in het lokale politieke gebeuren gerold. En dan maak je het wat van dichterbij. En toen leerde ik een burgemeester kennen bij een van mijn functies. En dat vond ik zo'n inspirerend persoon. Dat eigenlijk de aanleiding was, of het zaadje heeft geplant voor dat ambt. Toen ben ik op onderzoekstocht uitgegaan. Waar bent u geweest op onderzoekstocht? Nou, ik heb met een aantal burgemeesters gesproken. Ik denk dat dat de beste manier is om te kijken van of iets bij je past. Dat geldt niet alleen voor burgemeesters, maar dat geldt voor ieder ander beroep ook. Dan ga je met ervaringsdeskundigen praten. Je probeert een kijkje in de keuken te krijgen, ook wat mensen beweegt, wat het betekent voor hunzelf, maar ook voor tenminste bij de burgemeestersambt, ook voor hun gezin. Dat heeft toch heel veel impact. En dan ga je inlezen en dan ga je stages lopen. En ik heb gewoon ontzettend de mazzel gehad dat ik ook maar aan dat oriëntatieprogramma mocht meedoen. Ja. U bent de 11e burgemeester in Limburg als vrouw zijnde. Ja. 33%. Ja, goed hè. Zijn we op de goede weg? Absoluut. Volgens u wel? Ja? Absoluut. Ja, zeker. Mogen er nog wel meer worden.
Ja. Want landelijk heb ik gehoord, zijn het er maar is het maar 19%. Ja, het schommelt inderdaad altijd rond de 20. En het probleem zit hem vooral in het feit dat er ook nog onvoldoende dames solliciteren, denk ik. Want daar moet je ook nog kijken naar dat percentage. Dus niet alleen het percentage wat het uiteindelijk wordt, maar ook het percentage wat solliciteert. Je moet wel als vertrouwenscommissie iets te kiezen hebben. En ik denk dat nog wel wat gestimuleerd mag worden. Maar dat geldt niet alleen voor het burgemeestersambt, maar dat geldt, vind ik, voor alle topfuncties of bestuurlijke functies voor vrouwen. Maar wat deed u nu eindelijk besluiten om in Beek te solliciteren als burgemeester? Ja, dat is een hele goede vraag, zeer terecht. Want dat is ook iets wat ik heb meegekregen door het praten met al die burgemeesters. Je doet het niet alleen, je doet het met je gezin. Dus je moet in ieder geval op zoek gaan naar een gemeente die bij je past. Waar je van zegt van, ik wil daar niet alleen bestuurder zijn, maar ik wil daar ook gewoon graag wonen en leven. Nou, dan kom je toch heel snel bij, voor mij in ieder geval, bij het type gemeente uit als Beek. En ik kende Beek al van vroeger. Dus het is ook een beetje thuiskomen is een groot woord, maar het voelt wel heel vertrouwd. Dus dan is het ook wel prettig solliciteren. Maar welke bestuursvaardigheden kenmerken u als nieuwe burgemeester van Beek? Nou, wat ik denk dat de bestuursvaardigheden die ik heb, die vooral nuttig zijn hier als burgemeester in Beek, is dat ik, dat klinkt een beetje altijd cliché, hè, de verbinder, want dat zie je tegenwoordig bijna in iedere burgemeestersprofielschets. Maar wat hier heel belangrijk is in Beek op dit moment, is dat ik pas bij de Beekse situatie, waarbij gezocht wordt naar een verbinder, maar ook netwerker die in staat is om het potentieel wat in Beek zit, om dat gewoon te verzilveren. En ik denk dat ik daar gewoon de juiste kwaliteiten voor in huis heb. Je wordt benoemd voor 6 jaar. Ja. En dan komt al altijd toch die vraag, wat wilt u deze komende 6 jaar met de gemeente Beek bereiken? Nou, dat vind ik nog heel vroeg. Ik denk dat ik me eerst eens ga oriënteren op Beek en wat er ook leeft in Beek. We hebben een mooi collegeprogramma wat er ligt, waar duidelijk in staat welke kant het op moet. En ik zou eerst graag willen kennismaken met zowel de burgers als de ondernemers van Beek om te kijken wat daar leeft. En dan moet 1 en 1 moet dan 3 worden. En dat hoop ik dan te kunnen realiseren samen met het college in de komende 6 jaar. Maar gaat u als burgemeester van Beek naast de wettelijke taken ook 1 of meer politieke portefeuilles beheren? Jazeker, dat is wel de bedoeling. Nou, spreek ik misschien een beetje voor mijn beurt, want we hebben morgen pas constituerend overleg. Maar ik hoop eigenlijk dat ik dezelfde portefeuilles hou als mijn voorgangers. Dat is ook een van de redenen waarom Beek een aantrekkelijke gemeente is om burgemeester te zijn. Omdat je naast je wettelijke functies ook de prachtige portefeuille van economische zaken hebt. Waar natuurlijk Maastricht-Aachen Airport en de omringende bedrijventerreinen bij horen. Voormalig burgemeester Kreewinkel van Beek, die profileerde zichzelf nogal op de sociale media. Ja. Gaat hij deze vorm van communicatie ook toepassen? Ja, zeker. Ik weet niet of u het gezien heeft, maar vanochtend is mijn burgemeesters Facebookpagina online gegaan. Daar ben ik heel trots op en vooral heel dankbaar aan de communicatieafdeling om dat zo snel allemaal te realiseren. Ik denk dat ik het persoonlijke een beetje wat ga terugdraaien. Maar wellicht heeft u al nog voor mijn oude pagina de nodige info wat ik nu lekker op mijn bordje ga krijgen. Nou, op de huidige sociale media loopt op dit moment een bericht uit Beek van, Beek heeft haar eigen maxima. Nou, een groter compliment kun je toch niet wensen. Topvrouw, prachtig om te zien. Nou, ik voel me zeer vereerd. Is dat een voorbeeld voor u? Ik vind het, wat ik zei, ik vind het gewoon een mooie, intelligente vrouw die echt een ambassadeur is voor Nederland. En als ik dat mag zijn voor Beek, nou, dan mag ik me alleen maar gelukkig prijzen. U heeft ook teleurstellingen gehad. In 2012 bijvoorbeeld, in New York. Nee, dat moet ik dan even nee? corrigeren. Kijk, dat is geen marathon. Nee, geen marathon, maar ik stond ook helemaal niet op de lijst om mee te lopen. Nee, ik was daar voor een shoppingmarathon en die is uitstekend gelukt. Dat is heel leuk. Dan ook nog, be the kind of woman that when your feet hit the floor, each morning the devil says, damn, she's up. Kan ik daar nog eens aan toevoegen? Nee hoor. Dat was hem. Dankjewel. Ja?